Hallo, leuk dat je kijkt naar mijn prutsvlog. Deze keer maken we een echt Nederlands spoorbruggetje. Zulke oude kleine spoorbruggetjes kom je in het wild nog overal tegen. Met name in het westen en het noorden van ons land zie je ze veel. Bij een model zijn ze niet te vinden. Daarom gaan we er zelf eentje bouwen. En dat is nog leuker ook. Zo'n bruggetje heb ik eerder gemaakt en ik weet hoe het er ongeveer uitziet. Als je dat niet weet, kun je in Google Street View makkelijk een goed voorbeeld van zo'n bruggetje vinden. Bijvoorbeeld hier, tussen horen en menenblik. Als je even inzoomt op het Street View beeld, zie je dat het bruggetje bestaat uit dikke staalbalken en dat het gemetselde bruggenhoofden heeft. Het bruggetje plak ik straks in elkaar uit plastic profielen. De bruggenhoofden wil ik lezen uit MDF en daar ga ik nu de tekeningen van maken. Ik teken in Adobe Illustrator, maar je kunt ook een ander tekenprogramma gebruiken zolang het maar met vectoren werkt. Photoshop of Paint kun je dus niet gebruiken. Het profiel van de dijk heb ik al omgezet in een Adobe Illustrator tekening. De doorsnede vergroot ik van 1 op 43,5 naar 1 op 10. Het liefst teken ik 1 op 10 omdat ik dan alles makkelijk uit mijn hoofd kan uitrekenen. Zo is een standaard baksteen 21 bij 10 x 5 cm en op de tekening wordt dat 21 bij 10 x 5 mm. Over de doorsneden van de dijk teken ik de contouren van het brughoofd. Dat is de dikke blauwe lijn. Het brughoofd bestaat uit een dun bovengedeelte en een dik ondergedeelte. En op de rand ertussen rust het bruggetje. De contouren vul ik in met bakstenen. Als je goed naar plaatjes van echte brughoofden kijkt, ontdek je hoe het baksteenpatroon eruit hoort te zien. Bovenaan de rand heb je altijd een blok met verticale stenen. En daaronder volgende rijen met horizontale bakstenen. De bakstenen van het bovenste stuk van het brughoofd teken ik nu even in een andere kleur dan het onderste stuk voor de duidelijkheid. Voor het lezen maakt dat straks helemaal niet uit. Gelukkig hoef ik mijn half brughoofd te tekenen. De andere helft is simpelweg het spiegelbeeld hiervan. Het brughoofd heeft niet alleen een voorkant, maar ook een bovenkant en een zijkant. En dat zijn al die kleine vlakjes bakstenen die ik eromheen heb getekend. Dit worden allemaal losse stukjes MDF die ik met schuine handen haaks op elkaar ga zetten. Dus de onderdelen zijn nu zo'n beetje compleet. Ik heb alleen de bakstenen getekend, terwijl ik juist de voegen wil laten graveren. Nu kun je denken: waarom teken je dan niet meteen de voegen? Nou, ik vind het fijner om eerst de bakstenen voor me te zien en daarna de voegen eroverheen te tekenen. En dat ga ik nu doen. De rode lijnen worden gegraveerd, de blauwe lijnen worden gesneden. Alle graveerlijnen en snijlijnen zijn getekend. Nu kan ik deze helft kopiëren, spiegelen en beide helften aan elkaar zetten om een compleet brughoofd te maken. Hier zie je alles bij elkaar: de dikke onderste helft, de dunne bovenste helft, de zijkanten en de bovenkanten. Maar dit is nog steeds een 1 op 10. Nu ga ik het weer verkleinen naar 1 op 43,5. En dan teken ik er gelijk een paar vulstukken bij om het lichaam van het brughoofd op te vullen. Dan kunnen we alles uploaden en snijlopen aan het werk zetten. En besteld! Het brughoofd is onderweg. De lezerspulletjes zijn er. Snel kijken of het gelukt is. Daar hebben we alle onderdeeltjes dan. De onderkant, de bovenkant, de zijkanten, allemaal heel strak gesneden uit NDF. Ik vertelde al dat ik de onderdelen met schuine kanten haaks op elkaar ga zetten. Maar hoe maak je hier een schuine kant aan? Daarvoor gebruik ik een schotelschuurmachine. Een beetje een raar woord, maar een heel handig apparaat. Dit is dan zo'n schotelschuurmachine. Zoals de naam al zegt, is het de grote ronddraaiende schotel waarmee je nauwkeurig kunt schuren. Om te voorkomen dat het hier een grote stofstorm wordt, heb ik hem aangesloten op de stofzuiger. En ik heb er een extra blokje hout opgezet met een hoek van 45 graden, zodat ik de kleine onderdeeltjes nog nauwkeuriger kan schuren. Het is misschien niet het leukste klusje, maar als je netjes werkt, krijg je een heel strak resultaat. Alle onderdeeltjes zijn geschuurd en ik heb de vulstukken voor de basis van het brughoofd. We kunnen gaan plakken. En daar gebruik ik snel drogende witte houtlijn voor. Ik bouw eerst de basis op uit de vulstukken en die bekleed ik dan met de onderdeeltjes die we net geschuurd hebben. Als het goed is, past het allemaal precies. En anders ga ik weer even aan de slag met de schuurmachine. De twee brughoofden zijn de ruwbouw al klaar. Maar het is onvermijdelijk dat er hier en daar een paar kleine kiertjes zitten. Daarom spuit ik ze nu eerst in met grondverf en smeer ik daarna de kiertjes dicht met plamuur. Natuurlijk smeer ik ook de voegen dicht en daarom trek ik ze weer open met een mesje. De bijgewerkte plekken heb ik opnieuw in de grondverf gezet en je ziet er bijna niets meer van. Nu ga ik de brughoofd een kleurtje geven met de airbrush en daarvoor gebruik ik Tamiya Hull Red met een vleugje wit en een vleugje geel. Samen geeft dat een hele goede baksteenkleur. De hoekstenen maak ik neutraal grijs en dat doe ik gewoon met de kwast. En wanneer de verf helemaal droog is, voeg ik het metselwerk met Anita Decor voegpasta. Het is tijd om de voegpasta erbij te pakken. Kleine foutjes in het metselwerk zijn nu nog te corrigeren. Verdwenen voegen haal je terug door ze met een mesje open te krabben, en verdwenen bakstenen maak je weer zichtbaar door ze met een fijn penseeltje aan te tippen. De grote vlakken doe ik met mijn vingers en de plekken waar ik moeilijk bij kan, doe ik met een kwast. Door het voegen komen de details van het metselwerk lekker naar voren. De brughoofden zijn af. En ik ga ze gelijk vervuilen. De onderhand heb ik met de Airbrush al een zwart waasje gegeven. Met pigmentpoeders ga ik groene aanslag en andere viezigheid aanbrengen. Je kunt kant de klare pigmentpoeders kopen of pastelkruid pakken en een stukje schuurpapier. Schuur het pastelkruid af en breng het op met een zachte kwast. Ik gebruik verschillende tinten groen door elkaar, plus wat andere kleuren afhankelijk van het effect wat ik wil bereiken. De bruggenhoofden kunnen zo in de spoorrijk worden gebouwd. Het bruggetje loopt schuin onder de spoorlijn door en de hoek luistert best wel nauw. Daarom heb ik een tekening gemaakt van waar de brug moet komen met de exacte hoeken en afmetingen. De brug zelf bouw ik uit profielen van Evergreen en daarmee maak ik twee dikke hoofdliggers plus een aantal dwarsverbindingen. De styreenlijm met Bison ontvetter. Je kunt ook Sleters Macpack of Plastic Lijm gebruiken, maar dit is ongeveer hetzelfde spul en veel goedkoper. De brug is nog wat kaal. Je ziet er straks misschien niet zoveel van, maar wat extra details zijn toch wel leuk. Ik ga geklonken bevestigingen maken uit een plaatje met klinknagels, diagonale verbindingen in de vakken en een simpele oplegging waar de brug op steunt. Ik verklaar het bruggetje voor klaar. Tijd om hem een kleurtje te geven. Ik spuit hem eerst even in de grondverf en daarna in het onbestemde kleurtje groen, wat je wel vaker op spoorbruggen ziet. En dan maak ik hem ook gelijk een beetje vies en roestig. Voor het roesteffect tip ik de brug aan met roodbruine verf. Hiervoor gebruik ik een korte, wat hardere penseel. Daarna smeer ik een feller gekleurd pigmentpoeder in om de verse roest weer te geven. Bij elkaar geeft het best een overtuigend effect. Het bruggetje is klaar, kijk of die past. Zo, die staat. Het eerste stukje landschap van de module zit op zijn plek. Je kunt het bruggetje nog verder detailleren of misschien wel helemaal uit messing bouwen. Geef er vooral je eigen draai aan. Binnenkort ga ik verder met het ballasten van de rails. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.